van de wijn erover zet. En dat is alleen een seizoenwerk van 15 mei tot 15 september. En dan nog een paar weken ervoor en daarna. En dan is dat weer gebeurd. Ik woon in Jelsum, dat is even ten noorden van Leeuwarden. En dan ga ik naar een schoonzusje van mij en een kennis in Onkerk en een klein beetje verder. En dit is de kortste weg. We hadden wel schoolkinderen die met de roeiboot die begonnen. Ja, dat was ook wel gevaarlijk, want er zijn mensen die hebben nooit op water gezeten. De fietsen waren steeds zwaarder. En toen kwam er hier een van Duitsland op het helder idee van in Leeuwarden ligt nou een oude pont. Die doet niks. Laten we dat weer praten. Konden we die huren. Nou, we hebben het eerst 2 jaar gehuurd. En toen wouden we het denk ik weten. Toen hebben we een stichting van gemaakt. De Wiense Roerzet. Vandaar dat die nog steeds vaart. Ook belangrijk voor wie? Ja, zeker. Dat ook. Ja, zeker. Dag, nu wel betalen. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Nou, we zitten. Wij fietsen altijd. Want wij altijd in de Leeuwarden het best mogelijk de fiets pak. En dan 1020 kilometer. Maar ik heb een elektrische fiets, hè, dus ik heb een duwtje in de rug. Maar ja, dat mag op mijn leeftijd ook. Ja, succes, hè? Ja, er gaan mijn pontjes weggekropen wegen de bezuinigingen. Er wordt geen subsidie meer gegeven door het Rijk. Nou, dat is voor de fietsenmensen die veel met de fietsenpad zijn, vind ik dat gewoon moet blijven. Dat mag niet verdwijnen. Dat zie je in de zwembras al wat, net zo snel. En, zo'n 20 hier in totaal aan de weekend. Ik ben hier niet over die 86, maar de pont begon.